We zijn hier vlakbij het huis van Henk van Dijk. Henk van Dijk is onze allereerste winnaar van de Helder Helmond Award voor zijn inzet voor Helmond en de Helmonders. Fantastisch. Goeiedag, hé. Goeiedag. Goeiedag. Wat krijgen we nou allemaal, hé? Ja, dus wat zegt u vandaag? Ja. Wat denkt jij? Wat is er aan de hand? Ja, kom jij ook even. Ik weet het niet wat er aan de hand is. Nou, wij wel. Ik wou het negen om verrassen. Ja, dat, dus. Dat moet je ook laten doen. Ja, we zijn hier namens Helder Helmond. Ja. Wij vinden jou een geschikt persoon om jou te bedanken voor al jouw dingen die je in de stad doet. Ja, en niet alleen dat, want je hebt in de loop der jaren ook met uw fotografie al heel wat huwelijken vastgelegd. Heb ik wel ergens gelezen. En ja, je hebt altijd in het leger gezeten. Ja, en nee, in de luchtmacht. Ja, goed, oké. Okay. De luchtmacht dan. Maar dat is je dan ook, nou, je wacht dan nog een tijd al ver vooruit, want dan noemen ze wel Gabeltje, heb ik begrepen. Ja. Dus ja, inderdaad. En je hebt heel wat toertochten georganiseerd. Ja. Je deed niks als fietsen. En nog eens fietsen. Maar ja, door dat fietsen was je geïnteresseerd in het heden van Helmond. Maar zeker in het verleden van Helmond. Ja, dat ook. Ja, en we zagen jou ook overal, hè. We zagen jou overal met je camera. En in alle uithoeken van Helmond. Zelfs in de gemeenteraadzaal zat hij nog zelfs langs me nog te fotograferen. Dus wat dat betreft, zijn fototoestel was overal. Maar dat viel ook op bij Dit is Helmond. Ja. Die dachten, die Henk die moeten wij hebben. Want die maakt mooie foto's. En misschien kan ik hem dan ook nog wel een journalist van maken. Nou, dat is vrij aardig gelukt. Want je schrijft op een leuke en duidelijke manier over het wel en weer in Helmond. Dat doe je echt goed. Henk, het doet Helder Helmond een genoegen om jou de allereerste Helder Helmond Award uit te reiken die er is. En dat kan niemand van jou afpakken. Proficiat. Ik vind het geweldig. Dan zouden we hem zo even. Ja, nou, dan vatten we hem zo even eventjes. Dan moeten die award. De award erbij. Martijn, de award moet erbij. Ja. Oh, Henk, daar hoort natuurlijk nog bij een beeldje. Heel schoon beeldje. En dan krijgen we een Alexandra. Alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. En voor jou, en voor jou een bloemke. Mooie bloemen. Nou, nou krijg je toch een schat van de foto, niet dan? Maar ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor, ja, voor deze gedachte. Dat ik hier toch door jullie geweldig in beeld ben gebracht op de een of andere manier. Hè. Dus, ja. En dat je dus het gewaardeerd wat ik in mijn leven allemaal voor Helmond heb gedaan. Ja. Ja, ik vind het geweldig.